Marronage, een ingreep uit de slavernijgeschiedenis die gezien wordt als het meest succesvol verzet tegen onderdrukking en dehumanisering. Dat was het thema dat door de beeldende kunstenaar en dichter André Mozes behandeld is tijdens een lezing georganiseerd door de stichting 10 oktober 1760. Deze lezing is op 6 oktober jongstleden gehouden in ons huis. Voorafgaand aan zijn inleiding heeft Mozes een demonstratie gegeven van het bespelen van de djembe. Hij heeft daartoe enkele personen getraind. Mozes hield zijn gehoor voor dat marronage voor hem betekent moedwillig vluchten van een slavenplantage en de plantage-eigenaar de oorlog verklaren. De naam Marrons is slecht, zegt Mozes. Het is afgeleid van cimarron, loslopend vee. Marronage daarentegen was het eerste, het meest succesvol verzet tegen de slavernij. Marrons. Behalve de oorspronkelijke bevolking, de Amerindiërs, wonen in het binnenland van Suriname 6 stammen Afro-Surinamers, die zichzelf noemen Samaka, Matawai, Quinti, Okandisi, Pamaka, Aluku. Aan alle termen die de koloniale overheid en overige overheden als verzamelnaam hebben gebruikt voor deze 6 stammen kleven bezwaren. Sommige van de verzamelnamen zijn mensonterend. Anderen wekken associaties met racisme en weer anderen die een politieke lading hebben. Mozes geeft verder aan dat het eerste proces van marronage is begonnen toen de tot slaafgemaakten het bos invluchten om te ontsnappen aan de lange wipi, Spaanse bok of doodstraf. En dat was een strategie. Marronage vluchtte naar de bossen en dan ben je nog niet ver van de plantage, dan werd je genoemd Capoeira Neger. Dat is ook een naam die we vinden in het archief. Dan ga je hergroeperen met de kleine groepen Marrons. En dan ga je een vuist maken, je slaat terug, je bevrijdt mensen die onderling een afspraak maken om zich gereed te houden. En sommigen die zich nooit hebben voorgesteld dat ze zouden bevrijden, ongevraagd. En als de vuist groot genoeg is, kom je terug en dan ga je vechten voor absolute vrijheid. Dan ben je een Marron. Maar wij trokken het bos in. En dan volg je aan de kleuren dat de Matawai en de Samaka, die waren wij eens samen, ze zijn gescheiden, ze zijn de Samakanes, die zijn geformeerd, weliswaar in de Samaka rivier, vandaar dat zij zichzelf Samaka noemen. En de Matawai, die zijn daar gebleven in de omgeving, de Okanisi, die trokken weg. En de Pamaka, die kwamen later, de Aluku, die kwamen ook later. André Mozes, inleider tijdens de lezing georganiseerd door de stichting 10 oktober 1760. Deze lezing was een voorloper op de viering van 10 oktober, Dag der Marrons, en had als doel informatie te verschaffen over de benaming Marron.